Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl. Komt nooit alleen. Moet je opletten, als ik vandaag mijn bed in stak, trap ik door mijn dekbed heen. Zoiets. Ja, dat is natuurlijk vanaf welk punt tel in een dag, hè? Dat is natuurlijk ook niet. Maar goed. Aan deze kant hebben we 2,5 ton spotten in de strijdmerk gereden. Daarna is de sleutelwagen lichter gegaan. Toen hebben we Zero Tolerance gereden. En Zero Tolerance heeft een proeftrek gereden naar 100 meter en 96 centimeter. De wedstrijdleiding heeft gezegd, dat is de afstelling. Daar denk ik nog twee trucks gegaan aan deze kant voordat wij... En daarom hebben wij een vorige wedstrijd. En dat is ook de enige redder. Ja, maar dat is speciaal voor de organisatie, hè, die zich nog niet wenst te verschuilen. En toch gewoon doorzet. Ja, als je dan inderdaad hoort dat de mannen vanaf anderhalf twee minuten slaap hebben. Om te zorgen dat er hier nog één systeem aan is. Dan is dat inderdaad... Het lijkt wel dat het Steyr's tijdperk toch wat op zijn grondvesten redt niks. Oké, we hebben dan na de grote herwerking, zoals de Belgen dat zeggen, van de motor afgelopen winter. Even kijken wat er hier op de baan gebeurt. Ah, daar wordt de ketting ook strak gezet. Pop! Reactieket, ja. Het rijdt ervoor. Ja, het valt aan het rijden. Even zien we een korte reactieket. Daar komt een heleboel uit wat er normaal binnen moet moeten blijven, Arco. En Pop ten ellende. Wilders raakt hier dan met de Wazerus. Kijk of hij dan ook een mooie afstand daar en dan we gaan neerzetten. Ik heb een dadeltje met de derde jacht gemaakt. Die dan een man met mij met de kopje jacht. Ja, dat is een wordt al gewoon wel een andere afstelling op een wagen gereden. Er worden ook andere ondergronden. 9,5 ton totaal gewicht eruit. Ook hier een geweldig duel verwacht te gaan zien. Als gaat op de winst in de 2,5 ton en aan de onderkant. En wij met 92 punten hebben wij Tino Wilders met de Blazers zien rijden. Naar 82,5. En voor Sander van Linden van Intertoy en Blazers. Een paar bijgegaan komen. Hoe zullen we dat weten nog? Deze kant is Zero Tolerance. Die daarmee in ieder geval is het tweede snijdwerk. Die vroeg trap ook uit. De derde Steyr.
Brandelstein. Dan de Slobach. Rien voor rechts in de midden. En de Rienstein al de kracht in de bank. Daar waren het met het grote geweld van de 6 en de 3,6. Hier dan met de mevrouw. Dus maar ik ben mezelf een beetje aan het sparen wat dat betreft. Dus vandaar eventjes de kracht van wat jullie zichtbaar is. Ben jij op de aardkundig aan de bakken? Ja, hier is de nummer 1 kort. Hier gaan we kijken of jullie weer in. We gaan de nummer van de Wat ik er een plaatje en stel dat de woorden doen.
Dan gaan wij door naar plaatsje nummer 2. Uit Schalkwijk gereden, Walter van den Einde. Einde, ja, dat zei ik ook, ja. Voor plaats nummer 2. Degene die de competitie winst, hier nog eens een keer extra onderstreept met een overwinning op de laatste wedstrijd, dames en heren, is de man uit Bolgraven, een keer Rijnveld Zero Tolerance. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.